Wat kunnen we ook ons oordeel klaar hebben? Ook door de woorden die we gebruiken. Iemand is overgeschoten. Iemand heeft de boot gemist. Het zijn geen goede uitdrukkingen. Want er zit al een bepaald oordeel wat daarin doorklinkt. Laten we allereerst niet verliezen dat niet iedereen die alleenstaand is daar op eenzelfde manier mee omgaat. Er zijn er voor wie dat een ontzettend gemis is. Een pijnlijke plek in hun leven. Er zijn er ook die dat anders zien en anders beleven. En soms, als ze iets horen over het huwelijk van een vriend of vriendin, er ook echt vrede mee hebben. Dat het is in hun leven zoals het is. Nou, te midden van dat alles is het goed om te bedenken, gemeente, dat Paulus heel anders spreekt over alleenstaand zijn. Ik weet wel, er zijn enkele uitleggers die denken dat Paulus ook getrouwd is geweest, maar het overgrote deel gaat ervan uit, en ik denk terecht, dat Paulus vrijgezel was. Single, zouden we nu zeggen. En het is opvallend om op ons in te laten werken, gemeente, hoe hij daarover schrijft in zijn brieven. We hebben 1 Korinthe 7 gelezen, we begonnen bij vers 25, maar als we eerst even een paar versen teruggaan. 1 Korinthe 7 vanaf vers 7. Schrijft Paulus, want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een ieder heeft zijn eigen gaven van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Doch ik zeg, de ongetrouwden en de weduwen, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Maar indien ze zich niet kunnen onthouden, dat ze trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden. Paulus die eigenlijk heel positief schrijft over alleen zijn. Die zegt, ik wilde wel dat iedereen zo was zoals ik ben. Maar, zegt hij er dan bij, en ieder heeft zijn eigen gaven. Niet iedereen heeft de gaven om alleen te kunnen zijn. Niet iedereen heeft de gaven om alleen de weg door het leven te gaan. Niet iedereen heeft ook de gave van de onthouding. We komen dat trouwens ook tegen in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. 1 Korinthe 7. Dan schrijft Paulus in vers 32. En ik wil dat gij zonder bekommernis, zonder zorg zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen van de Heer, hoe hij de Heer zal behagen. Dus, zegt Paulus, als je nu alleen bent, vrijgezel bent, ja, dan heb je een zorg, een bekommernis. En die zorg is hoe je de Heere kunt behagen, hoe je voor hem kunt leven. Maar, schrijft hij dan in vers 33, maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen van de wereld, hoe die zijn vrouw zal behagen. Dus in beide gevallen is er een bekommernis, is er een zorg. Maar de zorg van de getrouwde en van de ongetrouwde is toch wel heel verschillend. De getrouwde, die is gericht op de ander, de man of de vrouw die van de Heere gekregen heeft. Getrouwd zijn gaat dus ook niet zomaar vanzelf. Dat vraagt tijd. Dat vraagt liefde, dat vraagt zorg. En de ongetrouwde, zegt Paulus, die heeft een andere zorg. Nee, ik wil niet zeggen dat hij verder zorgeloos leeft, maar die heeft de tijd, de mogelijkheid, de liefde, de zorg om toegewijd te leven aan de Heer. En natuurlijk moeten we daarbij ook bedenken, hoe had Paulus zijn werk kunnen doen in het koninkrijk van God? Hoe had hij nou zijn krachten kunnen verteren in de dienst van de Heer? Hoe had hij nou die weg kunnen gaan als apostel met alles wat er gebeurd is? Hoe die gestenigd is en die schipbreuk heeft geleden en die veracht is en gevangen gezeten heeft en gegezeld is. Dat rusteloze gaan om hen die onbekend zijn aan het evangelie ermee bekend te maken. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Dat hij dat had kunnen doen als getrouwde man. Met een vrouw
Misschien zelfs wel met een kind of met kinderen erbij. Daarom Paulus schrijft heel positief over het ongehuwd zijn. Misschien wel verrassend positief.